Voor we beginnen, ik zal ons eerst even voorstellen. Ik ben André, ik ben getrouwd met Grietje, een vader van Talita van Overbeek. We wonen in Emmen en zijn al bijna 20 jaar getrouwd. Vanaf 1 maart 2023 zijn we 10 jaar geleden begonnen met een opdracht van onze lieve God. Namelijk het helpen van mensen die schulden hebben en niet kunnen omgaan met hun geld, problemen hebben met belastingdienst of hun recht nergens kunnen halen of niet weten waar ze alles zouden moeten vinden. Ofwel het omzien naar de minste van uw broeders, zoals de Bijbel dat zo mooi zegt. We hebben het net al gehoord bij de offergave. Matthäus 25, vers 35 tot 40 zegt dat eigenlijk heel mooi. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. Deze goede mensen zullen vragen, Heere, wanneer heb ik gezien dat u honger had en hebben wij u te eten gegeven? Of dat u dorst had en hebben wij u te drinken gegeven? Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen? Of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven? En wanneer was u ziek of zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht? Ik zal dan tegen hun zeggen, toen u dat voor een van mijn minste van mijn broeders hebt gedaan, deed gij dat voor mij. Dat was voor ons een teken van, van de Heer, een teken uit de tekst, die eigenlijk hij ons letterlijk meegaf toen wij met dit bedrijf begonnen, met onze opdracht. Een andere bevestiging kregen we tijdens een dienst bij een oude thuisgemeente van mij, de City Changers in 's-Hertogenbosch. Hier sprak de Heer heel duidelijk dat de schulden waar ik op dat moment in zat en waar ik hulp bij kreeg, zelf moest gaan oplossen. Maar ja, omdat ik hier eigenlijk best een beetje bezorgd over was, ja, ik ben natuurlijk ook mens, sprak God heel duidelijk tegen mij, ik zal je de handvaten geven. En ondanks dat het zwaar zou worden, zou hij van mijn zijde niet afwijken. Nou ja. Dankjewel. De laatste en derde bevestiging kregen we toen er een deurwaarder langskwam bij ons thuis. En vroeg waarom wij in hemelsnaam niet in de schuldhulpverlening gingen. Ik liet hem vervolgens het systeem zien waar wij mee werken. Die we dus ook van de Heer hebben gekregen. En daarnaast ook het resultaat wat dat met zich mee heeft gebracht. De man, die was stom verbaasd en zei dat dit wonderbaarlijk was. En een bewindvoerder of een schuldhulpverlener ons dit niet nadeed. Het was toen nog februari 2013. Kort erop kreeg ik de eerder passage genoemd uit Matthäus, wat ik net voorgedragen heb. En dat was eigenlijk het startsein om het bedrijf te beginnen. God heeft vele wonderen in ons leven gedaan, waarover ik graag nog wel meer wil vertellen, maar dat nou niet ga doen, omdat zaken anders veel te lang gaan duren. Wat wij willen met deze presentatie is absoluut geen verkooppraatje. We gaan ons vadershuis niet omtoveren tot een rovershol. Ook dat staat in de Bijbel. Dat zei de Heer Jezus was toen ook boos tegen iedereen in de tempel die daar aan het verkopen waren. En geloof maar dat ik onze God absoluut niet boos wil hebben. En daarvoor respecteer ik hem te veel. Ik hoop u allen hiermee een kijkje in onze keuken te willen geven. En mogelijk iemand zo te raken zoals de Heer mij destijds geraakt heeft. Laten we beginnen. We beginnen bij Matthäus. Vers 25 tot 14 tot en met 30, hoofdstuk 25, sorry. Een man gaat op, voor we trouwens beginnen, hier staan euro's. In de Bijbel hebben ze het over talenten. Talenten in die tijd waren geldstukken. Aangezien we allemaal niet meer met talenten werken,
En wij van talenten dus alleen maar zien dat we kunnen zien. Ja, of heel mooi kunnen preken. Of heb ik daar euro's van gemaakt om het wat inzichtelijker te krijgen voor de mensen. Maar een meester gaat op reis, een man gaat op reis en die roept dan 3 dienaren bij hem. En die geeft hij de volgende opdracht mee. Ik geef jullie allemaal, ik verdeel onder jullie 1 miljoen euro. Zeg ik dat goed? Nee, hij krijgt er dus, dus je kreeg in totaal was het 2,5 miljoen, anders klopt dat sommetje niet. Want de eerste dienaar die kreeg 1 miljoen, de tweede 1,5 miljoen en de derde 1 ton. Nou, vervolgens komt hij terug. Waarbij de 2 van de 3 dienaren het goed gedaan hebben. De eerste dienaar heeft namelijk het geld verdubbeld. Door ermee te beleggen. De tweede dienaar heeft zijn geld ook verdubbeld. Alleen de laatste heeft het verstopt. En gaf het gehele bedrag terug. Waarom eigenlijk de man, de meester aangaf dat, dat hij maar slecht en lui is geweest. Omdat hij het geld eventueel niet naar hem, ja hier staat, een bank heeft gebracht. In die tijd waren er natuurlijk geen banken. Waar er in ieder geval nog rente op zou kunnen komen, in plaats van het in de grond te stoppen. Nou, in de dagelijkse praktijk zullen we dit soort voorbeelden nauwelijks tegenkomen. Maar het geeft wel aan hoe precies ons vakgebied eigenlijk is. Zeker op het moment dat iemand bij ons komt en van ons vragen om zijn budgetbeheerder te zijn. Net in het, zoals in het vorige voorbeeld, dien je de juiste beslissing te maken waar de belangen en de wensen van de klant voorop staan. Als budgetbeheerder hebben wij tegenwoordig te maken eigenlijk met 2 soorten petten. Vanuit christelijk oogpunt gezien willen we bijbelgetrouw handelen. We moeten bijbelgetrouw omgaan met het geld van de klant. Maar we moeten natuurlijk ook de juridische, wettelijke aspecten, dus de aardse wetgeving, daarbij ook in openzaan nemen. Wat doen we nou? We maken dus een budgetplan op voor de klant. En daar moeten wij ons eigenlijk zoveel mogelijk aan houden. Want dat is zeg maar onze leidraad om alles door te doen maken. Jezus die leert ons dat alles wat we doen voor onze broeders, die het minder hebben, dan doen we dat voor hem. Daarom ervaren wij als christelijke budgetbeheerders zoveel zegen op ons werk. Maar juist de tegenstander, de geest van Mammon, die ons lekker in de schulden wil zeken, die vindt het natuurlijk niet prettig dat wij zo tegen hem ingaan. Daarom ervaren we dus ook heel veel tegenslagen. Nou, vaak zijn er ook heel veel christelijke klanten, heel veel mensen die ons geloof aanhangen, die zeggen van wij moeten per se onze tiendes geven, want dat wil de Heer. Daar word ik van allerlei soorten instanties, kerk en dergelijke, ook op gewezen. Nou, vanuit een Bijbels oogpunt wordt er dan gezegd, zegt God, beproef mij in alle dingen. En wordt het tiende op dat moment gegeven met het oog op dat dit zich kan verdubbelen. Net zoals bij Matthäus naar voren kwam. Maar Jezus leert ons ook te geven met een blij hart. Wat is geven nou eigenlijk? In de dikke Vandalen staat het omschreven als iets ter beschikking stellen aan een ander, zonder er ook maar iets voor terug te willen. Maar zijn wij dan goed bezig als we met het oogpunt als wat hiervoor staat onze tiende geven? Namelijk, we geven tiende aan de Heer en we vragen eigenlijk van Heer, wilt u het verdubbelen? Nou, wat dan? Dan zeg ik van joh, als je dus niet zeker weet dat God die zaken zou kunnen verdubbelen, zou je in het voorbeeld hiervoor niet geven met een verblijd hart. Maar als je het geeft aan God met de bedoeling van joh, ik geef het aan je en doe ermee wat je wilt. Als je het me teruggeeft, is het welkom, maar het hoeft niet. Dan geef je weer wel met een blij hart. Je moet dus niet geven vanuit een verplichting, vind ik. Maar als budgetbeheerder
geven we dat dan ook aan, dat je, als je toch je tiende wil geven, en dat kan dan niet vanuit jouw budgetplan, trek het dan bijvoorbeeld uit de muur. Als je je leefgeld haalt, hè, betaal daar dan een tiende van. Dat doen we niet omdat we verkeerd willen zijn, maar juist omdat wij moeten zorgen dat jullie de klant, de budgetplan, dat dat goed blijft draaien. Anders krijgen wij een boze meester die zegt dat wij ons geld, dat wij in beheer hebben, niet goed benut hebben. Nou, we zullen natuurlijk als christelijke budgetbeheerders altijd zorgen dat we zoveel mogelijk ons best doen om die tiende toch te kunnen afdragen. Maar als dat niet kan, ja, dan kan het niet. En dan zullen we dus andere alternatieven door de klant moeten worden gedaan. En die moeten we dan ook zien aan te dragen. Heel vaak kunnen we mensen wel helpen in de zin van die tieners. Als het niet kan, dan zijn er een hele hoop die dat niet kunnen volgen. Maar er zijn ook vaak heel veel mensen die dat wel kunnen volgen. Nou, als er dan een vrijkomst waarin aangegeven wordt dat als jij het financieel moeilijk hebt, je vooral je tiende af moet staan aan God. Omdat God je anders niet kan helpen en het anders maar leven blijft tussen salaris 1 en salaris 2, dan maakt dat mensen weer aan het twijfelen. Maar let wel, hè, het is niet zo dat wij per definitie die tiende afkeuren. Juist niet, we juichen dat juist heel erg toe. Juist omdat Jezus ons dat ook voorhoudt. Maar we vinden alleen dat mensen dat dus op een gegeven moment moeten doen. Als ze het doen, want alleen dan kunnen ze geven met een verblijd hart. En zonder enige bijbedoeling dan ook. In de wetenschap dat het financieel ook verantwoord is. Want heeft het voor zin om je tiende te geven en vervolgens naar je voorganger of een vriend of vriendin te moeten gaan om geld te lenen omdat je je niet kan betalen? We hebben het tot nu toe eigenlijk gehad over het meesterschap ten opzichte van de gemeente, de gemeenteleden, de personen zelf. Maar hoe was het nou? Hoe ging het nou met die meester? Want die ging zelfs op vakantie. Nou, die vergelijk ik dan op dat moment met de leiding van de gemeente. En dan zeg ik van joh, de gemeente heeft natuurlijk ook een rentmeesterschap. Niet alleen over de talenten, lees geld, maar ook over de schapen van de Heer. Dan staat daar een tekst, voed mijn schapen, leid mijn schapen, Johannes 2 vers 17. Ik heb dat eventjes opgezocht in de Bijbel. En daar staat in, toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Meer dan anderen? Ja, heren. U weet dat ik van u houd, zei Petrus. Zorg dan voor mijn lammeren, was Jezus zijn antwoord. En toen vroeg Jezus voor de tweede keer aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, houd jij van mij? Ja, heren, u weet toch dat ik van u houd, zei Petrus. En Jezus zei, pas dan op mijn schapen. Voor de derde keer vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield, werd Petrus verdrietig. Heer, zei hij, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Zorg dan voor mijn schapen, zei Jezus. Dat is dus wat we bedoelen met van die rentmeesterschap van de gemeenteleden. Die hebben meer aan hun hoofd dan alleen maar het geld van de gemeente. Ze moeten natuurlijk ook zorgen dat ze de gemeenteleden, hè, daarin bijstaan. Nou, stel je voor, er is nou een voorganger. Welke voorganger maakt niet uit, maar er is een voorganger en die merkt een gemeentelid in zijn gemeente op, of haar gemeente op, die in de schulden zit. Nou, dan is het raadzaam om zijn gemeentelid te helpen, maar hoe? Geld geven kan niet altijd. Een gemeente die moet zichzelf vaak zelf ook maar net kunnen bedrijven. Dus ja, wat dan? Daarom heeft God op een gegeven moment ons zijn lichaam gemaakt. Immers de hand en de voet hebben elkaar nodig.
Dan zitten er hier sowieso een paar die dat nog wel kennen vanuit een Ellie Erikke tijd. Dat was een liedje. Maar in feite zat daar wel een kern van waarheid in. Want de hand en de voet hebben elkaar nodig. Als de voorganger in zijn omgeving een christelijke budgetbeheerder heeft zitten. Nogmaals, het is niet de bedoeling dat ik hier ga zeggen dat ze ze allemaal naar ons toe moeten sturen. Ik probeer hier een licht te schetsen van wat kun je als gemeenteleider nu doen. Op dat moment zeg je, kijk of je een christelijke budgetbeheerder kunt vinden. Die er vanuit een christelijk oogpunt mee aan de gang kan gaan. En iemand kan helpen. Helaas zien we dat in de praktijk heel weinig voorkomen. Heel vaak wordt er dan gezegd, dan moet je je melden bij de gemeente. En dan hebben ze het over de gemeente, de gewone plaatselijke gemeente, niet de gemeente in Christus. Dat kan soms heel erg lang duren. Voordat je zover bent dat je dan aan de gang bent met alle gevolgen van dien. Ik kom nu eigenlijk op een stukje waarin ik dus eigenlijk aan mensen wil vragen of ze vragen hebben. Want je merkt, de preek is veel korter dan gebruikelijk. En ik vind het ook best mooi om daar een interactie in te hebben. Anders zit ik maar een verhaal af te steken. Mensen zitten te luisteren. En misschien is het ook wel leuk dat, omdat we nu ook online zijn, dat er dus misschien mensen die dus thuis zijn, ook zoiets hebben van, ik heb ook wel een vraagje. Ik weet niet of dat kan, dan moet ik de broeder aankijken. Maar het kan zijn dat ze dat dus online in een soort chat of wat dan ook vragen. Zodat ik ze dan misschien daar antwoord op kan geven. Ze kunnen een opmerking onder de film doen. En dan kunnen we daar een antwoord op geven. Nou, het kan dus op de film, wordt er net gezegd. Daar kun je een antwoord op, daar kun je een vraag onder stellen. En dan kunnen we daar een antwoord op geven. Nou, ik zou zeggen, heeft er iemand een vraag? Ja, ik wel. Ja. Mijn broer die ten een over windvoeren, maar die heeft nu ook geen receptie mee. En hij vindt daar een nieuwe auto van gekocht. Ja, hij heeft een nieuwe auto van gekocht. Ken dat ook, hè? Uw broer die staat onder bewind? Ja, heeft hij nooit tegen mij gezegd, maar hij kon wel een nieuwe auto. Hij heeft nooit iets tegen u daarvan gezegd, maar hij kon wel een andere auto kopen. Ja. Ja. Of dat zomaar kan, ja, dat ligt er maar net aan. Kijk, als mensen bij ons zitten, dan zitten ze niet in beschermingsbewind. Bij een beschermingsbewindvoerder zul je eerst op een gegeven moment, als je voldoende geld hebt en je wil een auto, zul je dat aan de beschermingsbewindvoerder moeten vragen. En als de beschermingsbewindvoerder het daar ook wel mee eens is, dan kan die beschermingsbewindvoerder naar de kantonrechter stappen en vragen van, joh, vind je dat goed? Want heb ik laatst aangebeld, had je die bewindvoering? En die zegt gewoon, ja, meneer Kuiper, daar hebben wij niks mee te maken. Dat is raar, want een bewindvoerder heeft er alles mee te maken. Wat is nou een bewindvoerder? Een bewindvoerder is iemand die volgens de wet zijn taakstelling heeft om jullie vermogens- en rechterlijke belangen te behartigen. Dat is een taakstelling. Anders was er namelijk geen beschermingsbewind. En die bewindvoerder, die kan een meerzijdige handeling, zoals de wet dat dan noemt, kan die terugdraaien. Dus, en hoe komt uw broer dan op dat moment aan dat geld? Ja, van mijn vader. Van uw vader? Ja, nou. Want hij heeft bankpasjes meegenomen. Van mijn vader. Maar ja, mijn vader weet niet meer natuurlijk. Begrijp ik. En hij heeft toen al geld van mijn vader, heeft hij ook allemaal binnengesloten. Ik heb zelf niet gegeven, dus... Nee, begrijp ik. Normaal gesproken, als hij geld voor een auto zou hebben, zou het op zijn, wij noemen dat dan een bufferrekening, vaak is dat een spaarrekening. En daar zou het dan op staan en dan gaat dat in overleg met zijn bewindvoerder, of in ons geval, als er een klant bij ons is, met de budgetbeheerder. En dan kunnen we altijd kijken van wat is er mogelijk. Maar als dat niet zo gaat en iemand doet dus iets zonder medeweten van de bewindvoerder, dan zou de bewindvoerder eventueel de koop kunnen laten ontbinden. Dat is zelfs wettelijk geregeld en daar zal de bewindvoerder dan wel voor naar de kantonrechter moeten om dat te gaan regelen. Maar dat is vaak een formaliteit in dat soort zaken.
Wat kost een bewindvoering per maand als iemand bij u komt en die vraagt u om dat u hem gaat helpen in coachen? In budgetbeheer hebben wij een standaard bedrag staan van 100 euro in de maand. Bij beschermingsbewind is het afhankelijk van wat voor soort bewind dat je hebt. Ja. Daar heeft de wetgever een maximum aangesteld. Dat begint vaak bij, uit mijn hoofd, iets van 120 euro en eindigt ergens zo rond de 147 of 150 euro. Dat is ook weer afhankelijk van, is het een enkel dossier, dus waar één persoon in is, of meerdere personen. Kijk, voor mij maakt het niet uit voor die 100 euro of het nu een dossier is waar één persoon bij mij in budgetbeheer zit, of bij ons moet ik beter zeggen, of dat er twee in zitten. Ik heb dan weliswaar met twee dubbel zoveel werk, ja. Maar dat neem ik op de koop toe, want dat is weer wat ik dus aangeef van, zoals jij de minste van uw broeders helpt, zo helpt gij mij. Ik doe het natuurlijk om mensen uit de problemen te halen, maar ik doe het een hoofdzaak voor de Heer. En zitten jullie landelijk of zitten jullie regionaal? Ja, wij zitten landelijk. Fijn dat ik een bijval mag krijgen. Wij werken landelijk. Wij hebben wel ons in Emmen zitten. Maar ik heb de laatste keer zelfs een klant en die hebben we binnengekregen toen ze in Enschede zat. Die is nu verhuisd naar Venray. En ook daar gaan wij gewoon naartoe als dat nodig is. Dus dat is geen probleem. Maar de meeste dingen gaat online? We proberen de klanten wel zover te krijgen dat ze bij voorkeur alles online doen. Dus dat ze dus bijvoorbeeld de post die ze krijgen via een scanner inscannen naar ons toe mailen. We schrijven iedereen ook aan van joh, of ze de post naar ons toe willen sturen. En dan hebben ze op afstand kunnen ze meekijken. Daar is een speciaal programma voor. Wij noemen dat een OnView. Dat is het merk van het programma. En dan kunnen ze met een speciale inlogcode kunnen ze dus zien wat wij in Emmen doen met hun geld. Als deze persoon, waar die woont, weet ik niet. Maar stel je voor, die woont in Maastricht. En ik zit in Emmen. Dan kan die in Maastricht nakijken wat ik in Emmen gedaan heb. Op het moment dat die ziet dat er iets verkeerd is, pakt hij de telefoon, belt hij naar ons op. Of hij stuurt een mailtje en zegt van, joh, kijk er eens even naar, want dit is niet goed. En kunnen we direct handelen. Oké. Ik heb ook, wat ik ook zag een beetje bij jou op de website, dat je daar een budgetbeheer doet. Maar je doet ook een juridische zaak, want dat is natuurlijk ook wel vaak door oneerlijke zaken dat mensen in de schulden komen. Klopt. Ja, klopt. Wat we ook voor mensen doen is heel vaak op het moment dat ze tegen mij zeggen, wij hebben een schuld bij, ik noem Weekamp maar even, is maar een voorbeeld. En dat komt omdat ze iets zouden hebben moeten leveren en dat hebben ze niet gedaan. En dat klopt niet, want ik heb daar niks besteld of zo. Dan is dat wat wij noemen een te betwiste vordering. Nou, dan gaan we daar tegen in. En zo nodig voeren we dat zeg maar op richting een kantonrechter. Waarom noem ik nou expliciet die kantonrechter? Omdat op het moment dat je dus voor een gewone rechter zou komen, dus vorderingen boven de 25.000 euro, die moeten naar een gewone rechter. En dan heb je altijd verplicht een bijstand van een advocaat nodig. En dat ben ik niet, ik ben alleen maar juridisch adviseur. Ja, maar oké, dat is dan wel heel duidelijk voor de mensen. Ja. Dat ze dus niet alleen met hun problemen van schulden kunnen komen, maar ook een beetje met hun juridische vragen. Ja, ze kunnen op juridisch vlak ook allemaal bij ons terecht, voor arbeidsrecht tot aan, bij wijze van spreken, strafrecht aan toe. Alleen wel is het wel zo, er moet dus geen bijstandsverplichting zijn. Want als die er wel is, dan zal ik ze door moeten verwijzen naar een advocaat. Overigens kunnen ze er ook bij mij terecht voor belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken. Ja, en als iemand in bewindvoering zit, dan stort u wekelijks geld op die persoon, zijn rekening of haar rekening? Ja, dat klopt. Een budgetplan is eigenlijk een soort plan die we met z'n tweeën of met z'n drieën opstellen. Waarin dus alle inkomsten staan en alle vaste lasten.
En ik vind leefgeld, wat je elke week aan boodschappen betaalt, vind ik een vaste last. Ja. Want dat is belangrijk, want kijk, je gaat natuurlijk kijken, wat heb ik aan een huis als ik niet kan koken? Dus ik moet ook gas en licht hebben. Maar wat heb ik aan gas en licht, aan water en aan een huis als ik er geen eten in kan doen? Ik vind dat is net zo belangrijk. Dus wat spreken we af? We spreken met de klant af dat ze dus een bepaald bedrag krijgen, elke week of elke maand, afhankelijk van wat de klanten wensen zijn en wat mogelijk is. En dat zorgen we dan dat op de rekening komt van de klant. He, wij noemen dat dan een leefgeldrekening. En dat gebruiken ze ook om boodschappen van te doen. En hebben ze extra geld nodig, dan kunnen ze dat gewoon aanvragen. En dan gaan we kijken of dat af kan. En zo ja, dan wordt dat netjes overgemaakt. Kan het er niet af, dan geef ook aan waarom het er niet af kan. We laten het ook zien. Ja. In deze tijd met de verhoging van de energielasten. Heb je natuurlijk dat normaal mensen 80 of 90 of 100 euro per maand betalen aan energie. En dat wordt nu natuurlijk misschien wel 200, misschien wel 300 euro. Gaan jullie dan ook als budgetbeheer naar de gemeente toe om te kijken samen met de cliënt dat er een potje zal zijn voor speciale uitgaven? Ja, wij kijken altijd naar wat de mogelijkheden zijn. Daar houden wij ook alle kranten, nieuwsberichten, berichten van de gemeentes en alles heel goed voor in de gaten. Wij worden ook heel vaak, en daar ben ik heel blij om, heel vaak getipt door onze klanten zelf van dit kan je aanvragen en dat kun je aanvragen, want ik ben echt een voorstander van om mensen daarin te betrekken. Want als jij in de schulden zit en je wilt het straks weer zelf gaan doen, dan vind ik het belangrijk dat als je de rust krijgt, dat je ook kunt gaan verder kijken van joh, hé, waar kan ik allemaal pootjes wegkrijgen? Dat is de eerste aanzet tot. Nou, en ik heb tegen iedereen, zeg ik, kom maar naar me toe, ik vraag het voor je aan, dat is geen probleem. Dus dat doen we inderdaad, ja. Ja, duidelijk. Daarnaast hebben we ook nog iemand bij ons in het netwerk zitten die ook elk jaar voor de klant in de gaten houdt of ze ergens anders goedkoper kunnen met de gas en licht. En dan op het moment dat kan, dan geven we de klant ook een seintje van joh, we hebben iets gevonden, is wellicht interessant. Dat scheelt je misschien, ik noem dan maar wat, 120 euro op jaarbasis, hè, wat je goedkoper kan. Wat vind je? He, wij zouden zeggen van joh, doe het maar wat wil je zelf? Ja, stel je voor dat er nu een budgetcoach kijkt naar deze opname. En die zal zeggen, hey, ik wil wel meewerken bij Overbeek Support. Zou hij zich dan kunnen aanmelden bij jou? Ja, hij kan altijd voor informatie naar ons toe komen. En dan kunnen we altijd kijken in hoeverre dat wij die samenwerking in elkaar kunnen gieten. Dat is geen probleem. Maar ons doel is eigenlijk te zorgen dat de maatschappij dat die zo schuldenvrij mogelijk komt. Ik kan het niet alleen, dat besef ik ook wel. En schuldenvrij zal helemaal niet gaan. He, er zijn altijd mensen die in de schulden blijven komen of in de schulden geraken. Want ik ben echt niet iemand die zegt van iemand komt door zijn eigen toedoen in de schulden. Kijk, ja, je kan natuurlijk een eigen auto kopen. Op het moment dat het goed gaat, dan steek je jezelf weliswaar in de schuld. Maar je hebt op dat moment een goede baan, he, en je kan het missen. En van de een op de andere dag word je ziek en is je baan weg. Ja, en wat dan? Als er dan alleen maar mensen naar je toe komen met een beschuldigende vinger, ja, dan word je daar niet veel wijzer van. Maar dan heb je natuurlijk wel te maken met mensen die eigenlijk wel enorm last van schaamte hebben. Ja, hoe gaan jullie daar mee om? Wij vinden het belangrijk dat de mensen zelf naar ons toe komen, maar een van die dingen die we doen om daar dus op een gegeven moment kenbaar te maken, is dus dit soort dingen. Geven van voorlichting, hè, geven van, ja, van informatie van joh, waar kun je terecht? Want het, ja, kijk, het is heel raar om te zeggen, je hoeft er geen schaamte voor te hebben. Kijk, ik ben ervaringsdeskundige. Ik weet als geen ander dat je ontzettend je eigen daarvoor schaamt. Maar als er mensen zijn in de omgeving die merken dat iemand schuld heeft
en zich daarvoor schaamt. Kom alsjeblieft, neem contact op met ons, dan kunnen we kijken of we met die mensen in contact kunnen komen om daarover te praten. En ja, dan ga je vaak, wat ik heel vaak zie als ik bij mensen kom die zelf niet naar ons toe durven te komen, dan stappen we in de auto, waar rijden we daar naartoe? Ja, zelfs als dat in Maastricht of in Zeeland of wat dan ook is, maakt ons helemaal niks uit, we rijden daar gewoon naartoe. Ik heb wel eens aan een brievenbus moeten klepperen en door de benen heen gemoeten om te zeggen dat ik de budgetbeheerder was en vooral geen deurwaarder. En dan hoor je heel schamvoeterig iemand naar de deur komen om de deur open te maken. Uiteindelijk is zo'n persoon, die is dan heel erg gebaat en die wordt geholpen omdat hij inderdaad zegt van joh, ik wil je hulp met beide handen aannemen. Het blijkt dus als uit uw verhaal zo, dat het dus niet alleen mensen zijn die een sociale uitkering hebben en die eigenlijk rondcrossen in een auto en die continu boetes op de deurmat krijgen, die dan in de schuldhulpverlening komen, maar ook bijvoorbeeld meneer de directeur, die directeur was bij Vroom en Dreesman en die dan bijvoorbeeld is gestopt als bedrijf zijn. Klopt. Hoeveel bedrijven gaan er tegenwoordig niet kapot? Zeker na de coronatijd. Kijk, ik neem altijd maar het voorbeeld aan van iemand daar ik ooit een heel stuk over gelezen heb. Die man die was multimiljonair en van de een op de andere dag staat meneer eigenlijk letterlijk op straat. En dan zijn ze zo van slag dat ze op een gegeven moment gewoon, die weten gewoon niet meer wat ze ermee moeten doen. Die hebben een auto en die staan gewoon op hun particulier chauffeur te wachten. Die weten gewoon niet hoe ze met die auto om moeten gaan of... die gaan naar een winkel toe, wat de duurste van de duurste is, omdat ze dat gewend zijn. Kijk, en die moet je eigenlijk vanaf het begin weer helemaal aan de hand pakken en leren hoe ze heel goedkoop met dingen om moeten gaan. Dat soort mensen nemen we ook aan. Maar we nemen ook mensen aan die bijvoorbeeld net een prijs uit de staatsloterij hebben gewonnen en daar misschien een paar miljoen op de bankrekening hebben gekregen. Alleen maar om te voorkomen dat iedereen zomaar bij ze komt van joh, hè, mag ik dit, mag ik dat, een zielig verhaal ophangen en iedereen krijgt dan wat. Ja. En op een gegeven moment heb je geen rode cent meer over. Kijk, met geven is niks mis. De Heer die geeft ons zelf aan dat we wat moeten geven. Maar doe het alsjeblieft niet op die manier dat je uiteindelijk zelf helemaal niks meer overhoudt en zelf in de schuld komt te zitten. Nee, duidelijk. Zijn er verder nog vragen? Toen mijn vader overleden, hè, mijn broer die had, mijn vader die had nog een beetje geld, zeg maar, dat moest afgelost worden. En dat heeft mijn broer ook allemaal meegenomen, dat geld. Dus mijn broer heeft geld gedeuterd van mijn vader en dat geld heb ik nooit van weer gezien. Want zeg maar, er kwam een rekening van de waardenschap, van het waarde, dat was ongeveer 400 euro, maar dat moest nog betaald worden. En dan kreeg hij een brief, die had mijn broer naar mij toe gestuurd. Moet ik nog wel betalen, dan nog niet. Rekening omdat je broer geld verduisterd heeft? Ja. En dat moest jij de rekening betalen? Maar mijn broer die stuurt mij de rekening niet. Hij betaalt zelf niks, hè? Hij betaalt zelf niets, nee. Nee. Nee, en het was een rekening van uw overleden vader? Ja, van mijn vader, ja. Ja, dan zou u op dat moment inderdaad ook een van de erfgenamen zijn en ook zou moeten betalen. Het hele vervelende in Nederland is dat als er standaard niks geregeld is, dan is het zo, dan worden de erfgenamen erven zowel de schulden als de baten. Van de erflater, zegt de wet zo mooi. Ja, want ik ben notaris geweest en een notaris die zal een brief nog sturen naar mijn broer. En ja, die woont in Leeuwarden. Ik ben bij meer in huis hoor, ik ben helemaal klaar mee. Dat snap ik. Maar hij had zo'n grote stapel post in huis, de briefbus. Maar al die post, dat die gewoon ligt. En hij zegt, oh, daar heb ik niks mee te maken, laat maar ook liggen. Ja, alleen zou op dat moment niet uw broer aangeschreven moeten worden, maar diens bewindvoerder. Want hij zat in beschermingsbewind, zei hij. Ja, maar die zegt gewoon, ja, maar daar hebben wij niks mee te maken. Ja, dat heeft de bewindvoerder dus wel.
Nou, zeg gewoon, meneer Kramer, hier doen wij niks mee. Kijk, wat ik iemand op dat moment aanraad is, joh, probeer dan in ieder geval een regeling met de schuldeiser aan te gaan. Want eigenlijk is die schuldeiser, dus degene die dat geld moet krijgen, die wordt eigenlijk gemangeld tussen twee systemen in. Ja. En aan de ene kant moet hij doorpakken, want ja, hij heeft dat geld wel nodig. Aan de andere kant wil hij daar niet, want ja, je zit toch eigenlijk met een heel, ja, heel fragiel iets. Ik bedoel, er is iemand overleden en, maar ja, je zal iets moeten. Nou, dan zeg ik van joh, probeer in ieder geval een regeling aan te gaan met die schuldeiser om te voorkomen dat dat van kwaad tot erger gaat. En dien dan een klacht in tegen die bewindvoerder, want die beteert zich van struisvogelpolitiek. Ja. Die doet echt waar ik weer. Nee, maar dan zou je een klacht kunnen indienen bij de kantonrechter. Een brief naartoe sturen en zeggen van joh, die bewindvoerder doet zijn werk niet, want dat en dat is dan aan de hand. Nou, als je dit deel van de brief wil. Ja. En dan zou de kantonrechter in Friesland op dat moment, in Leeuwarden, die zou op dat moment dus de bevoegdheid hebben om bijvoorbeeld, ja, misschien heel raar gezegd, maar die bewindvoerder een keer hè, op zijn achterwerk te kunnen... Ah, je weet wel, ja. Ja. Ja, want toen mijn vader verliezen, heb ik ook altijd meegenomen, hè, bij mijn vader huis. Ik heb toen niks gekregen. Oké, dan heeft hij beneficiair niet aanvaard. Nee. Verwerpt, verworpen. Je kan drie dingen doen. Je kan beneficiair aanvaarden, je kan verwerpen en je kan het zuiver aanvaarden. Okay. De erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden.